Een oude Becker Europa. Een autoradio van, nou, ik denk een jaar of 40 oud. Hij was kapot, maar hij is inmiddels weer gefixt. Zien. Het leuke is dat je deze radio's ook kunt programmeren. Natuurlijk zitten er geen chips en dergelijke in, maar toch kun je voorkeuzezenders aanbrengen. En één per knop. En ik zal laten zien hoe dat moet. Ik zal even kijken. Nou. Aan de kant van. Oké, okay, deze zender wil ik onthouden. Nou, trek je de knop eruit. Druk hem helemaal in. Nou, en voor. Nou, wil ik nog een zender programmeren. Bijvoorbeeld deze. Trek ik weer de knop uit. Druk hem helemaal in. En zoals je ziet, is de zender nu geprogrammeerd. De Becker Europa.